Ik ben Victor Gerdes, internist in het Spaarne Gasthuis. Ik hou me al lang bezig met obesitas en dat doe ik met heel veel anderen. Wij behandelen hier mensen met operaties, met medicijnen en we denken na over de diagnoses. En dat doen we met veel plezier, maar we willen het ook beter. We willen dat we in de toekomst toch nog beter kunnen kiezen wie welke operatie nodig heeft, wie welke medicijnen. En daarvoor doen we met elkaar veel onderzoek. Om te beginnen wil ik een groot project noemen wat we hier doen. Dat is de BARIA-studie. Dat is een studie waarin we mensen verzamelen die een maagomleiding krijgen. En voor de operatie nemen we heel veel materiaal af: bloed, vragenlijsten, urine, ontlasting voor darmmicrobioom. Daar zal ik zo iets meer over zeggen. Bij de operatie nemen we vetweefsel af, leverweefsel, darmweefsel. En dat hebben we ook weer nodig om meer te snappen. En we vervolgen de mensen. Dan jarenlang in de tijd. En in dat onderzoek kijken we naar psychologische factoren waarom de een gelukkiger is dan de ander, waarom de een meer afvalt dan de ander. We kijken naar darmklachten, we kijken naar uh, galstenen, we kijken naar artrose, van alles. Ik zal een voorbeeld noemen van een van die onderzoeken van het darmmicrobiom. Darmmicrobiom zijn dus die bacteriën die uh, in je darmen zitten die daar niet alleen maar zijn, maar ook stofjes maken. En die stofjes hebben invloed op je hele lichaam. Wat blijkt nou uit een project vanuit die Baria-studie is dat deze darmbacteriën ook alcohol maken. Dus iemand die niet drinkt, geen alcohol drinkt, daar maken toch die darmbacteriën alcohol en dat alcohol gaat via de buikader naar je lever toe. En wat blijkt nou is dat die alcohol ook echt bijdraagt aan het ontstaan van leververvetting. Dat was voor ons nieuw en echt belangrijke kennis voor de toekomst van de behandeling van leververvetting.